start vrij. Als de koers, dames en heren, is een koers voor amateurs en amatrices. De deelnemers gaan achter de startauto. Het zijn er 11. We hebben 2 favorieten. Dat zijn de 3. Hè, van Nieuw Transair met Fred Handelaar. En de 4. Bussy, Silt en Martin Blankenaal. Auto is op 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen. Paarden zijn weg. Beja Kivitsov is vrij vlot weg, maar nog sneller is er van Nieuw Transair. En Bussy Silt daarnaast wordt teruggenomen. Aan de relingzijde Be My Friend, die houdt het voorbeen er nog even tussen. Fred Handelaar is niet voor niets jarenlang kampioen, die ziet dat en weet dat Be My Friend binnendoor terugkomt. En dat gebeurt nu. Be My Friend neemt de leiding. Op de tweede plaats daarachter wordt nu teruggenomen er van Nieuw Transair. En op de derde plaats een mooie start voor Svetlana Fortuna. Daarachter volgt dan in het tweede spoor Bussy Silt. En daarachter is het Abel de Linde. Een deelnemer blijft in het derde spoor hangen en dat lot is gelukkig Yannick Mollema niet beschoren. Hij won gisteren op Hamburg een hele mooie koers met Mr. B en hij ligt er nu mooi in met Bellamy. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Tempo ligt hoog en aan de overzijde op weg naar de linkerbocht is het Be My Friend die leidt. Tweede plaats van Nieuw Transair en aan de buitenkant Bussy Silt, die wordt nu teruggenomen door het veld. Bussy Silt laat zich terugzakken en daardoor kunnen ze binnendoor lekker opschuiven en loopt Amazing Polly op een kar en springt weg. Amazing Polly is eruit en zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. Paarden komen de rechte lijn in met de Be My Friend aan de leiding. Be My Friend op de tweede plaats van Nieuw Transair. Daarachter volgt Svetlana Fortuna. Het eerste paard aan de buitenkant is nu een andere, dat is Beja Kivitsov. Daarachter ligt Bussy Silt nu in het tweede spoor. Aan de relingzijde daarachter Bellamy. Daarachter aan de relingzijde Axel W. Roos. En dan volgt Abel de Linde. Dan Andrea Swageman. De laatste plaats is voor Andrew Dragon. En zo zijn ze in de slotronde. Leiding nog altijd voor Be My Friend, die daar precies op die plek de voorbenen ertussen hield en daarmee zijn koppositie veilig stelde. Maar dat moet hij nog een ronde vol zien te houden. Achter hem ligt de deelnemer die daarmee letterlijk de voet dwars zette. Dat is Avenue Transair. Daarachter volgt Svetlana Fortuna, aan de buitenkant Beja Kivitsov. En daarachter aan de relingzijde volgt Bellamy. En aan de buitenkant daarnaast is het Bussy Silt. Dan Axel W. Roos, maar die kan geen kant op. En aan de buitenzijde daarnaast ligt Abel de Linde en daar gaat Driedik aan de buitenkant nu naar voren. Dat is Andrew Dragon en daarachteraan gaat in het tweede spoor Andreas Swageman. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Vooraan nog altijd tempo genoeg, maar Avenue Transair is van de reling af. Die gaat de aanval openen. Avenue Transair opent de aanval op Be My Friend. Handelaar naast Brouwer en zo gaan ze de laatste bocht door. Een halverwege de laatste bocht liggen ze precies gelijk. Brouwer aan de binnenkant, Handelaar aan de buitenzijde. En daarachter in de wachtkamer een dame, Svetlana Fortuna met Hilda Hofstra. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Zijn inmiddels in die laatste rechte lijn. En dan leidt Avenue Transair. Avenue Transair helemaal aan de buitenzijde komt Andrew Dragon naar voren. Het is Avenue Transair en daartussenin Svetlana Fortuna. Avenue Transair, Andrea Fortuna. En aan de buitenzijde is het Andrew Dragon. En die neemt over en wint. Andrew Dragon de winnaar. Tweede Avenue Transair. De derde plaats is voor Svetlana Fortuna. Yeah.